video. Vandaag heb ik een korte shoplog voor jullie. Ik ben van de week naar de Kosters gegaan en heb daar een aantal dingen gekocht. Sommige dingen zijn uit de sale en sommige uit de normale collectie. Ik vind het altijd super leuk om zulke video's te zien. Zie een beetje hoe kleding aanstaat bij iemand, maar ook wat er in de winkels te zien is. Ik maak deze video even snel tussendoor, dus sorry als ik er niet uitziet. Allereerst heb ik een basic t-shirt gekocht. En ik vind deze heel erg mooi, omdat het gewoon netjes is afgewerkt bij de mouwtjes. De kleur komt donkerder over op beeld, maar het is iets lichter in het echt. En hij is wat groter en wat langer, want ik heb echt een probleem met de lengte van shirts en van überhaupt kleding. Omdat ik 1,82 ben, dus ben ik nog snel te lang. En ik heb borsten gekregen vanwege de borstvoeding, dus alles is al snel te kort. Je moet altijd blijven hangen. Ik heb hem ook gelijk in het groen gekocht en ik heb hem in een maatje M. Voor degenen die het willen weten. Ik laat het ook allemaal tussendoor eventjes aanzien. Weet je dat? Ik heb ook een ander. Ja, ik vind het ook wel een soort basic shirt. Ook geel. En heeft zo'n doorschijnend stofje. Maar wel dat je gewoon nog een BH aan kan, zeg maar. Dan heb ik iets gekocht wat een beetje uit mijn comfortzone is. Wat wel heel leuk staat, maar ik dacht, fuck it. Doe het gewoon. Deze komt uit de sale en dat gele shirtje ook. En dat is deze rok. Ik kan vaak niet super spijkerrok aan omdat ik gewoon wat langer ben. En wat meer kont heb. Dus dat is wel snel te strak. Maar deze vond ik wel leuk. En dan wel zo stijgen dat het niet netjes eruit ziet, zeg maar. Dan heb ik deze jurk met ripstof. Ook weer een beetje van dat ja, zo'n roeskleur. In het echt is het ook weer lichter dan op het beeld hoor. En dat is een lange jurk met split aan de zijkant. Dat is eigenlijk voor het eerst een strakke jurk die ik wel aandurf na de zwangerschap. Dan heb ik deze superleuke pantalonbroek, ook uit de sale, dus er moet snel bij zijn. En die is wit. Ik heb echt nog nooit in mijn leven een witte broek gehad of überhaupt iets wits qua onderkant. Omdat ik altijd vind dat het erg doorschijnt. Hier ben ik heel blij mee en vind de details aan de bovenkant echt onwijs mooi. En ik heb die ook in het lege groen. Nou, het is niet echt lege groen, het is ietsjes lichter. En dat was alle kleding die ik gekocht heb bij de Kosters. Vind je nou leuk om zulke video's te zien? Laat me even weten. Het is nu een hele korte shoplog, maar toch vind ik het eventjes leuk om te laten zien. Dit doe ik wel eens vaak kopen, maar dan vind ik het vaak te weinig voor de video. Maar nu vond ik het wel leuk. Laat even weten wat je ervan vond. Ik wil ook wekelijks vloggen, dus als je daarin geïnteresseerd bent, moet je eventjes naar mijn kanaal gaan. Als je deze video leuk vond, laat even weten met een duimpje omhoog of een reactie. Abonneer even als je dat leuk vindt of als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je snel bij de volgende video te zien. Doei doei!